Welkom op deze vierde dag van de verkenning van ons heelal. We hebben nu al onze kleine blauwe planeet verkend. Nu gaan we eens kijken hoe het zit met ons zonnestelsel. Als we naar ons zonnestelsel kijken, is er een merkwaardig feit. Namelijk, alle planeten draaien op zichzelf. De planeten draaien rond de zon. De manen draaien rond de planeten, de manen draaien op zichzelf, maar alles in ons hele zonnestelsel draait in dezelfde richting, namelijk tegen de klok in. Een paar kleine uitzonderingen ten aangesproken. Maar daar moet dus een reden voor zijn. En de reden die ligt in het ontstaan van ons zonnestelsel. Ons zonnestelsel is ontstaan uit een enorme gaswolk. Na de Big Bang, wanneer ons hele heelal ontstaat, hebben we enkel waterstof en wat helium. Dat zijn de enige elementen die er op dat moment voorhanden zijn in het heelal. En dan beginnen zich zonnen of sterren te vormen. En hoe gebeurt dat? Wel, zo'n waterstofwolk begint door omstandigheden plots samen te trekken en begint te draaien. De wolk die zich samentrekt, draait ook. En die wolk draait, trekt meer en meer samen, draait sneller en sneller. En wat gebeurt er? Op een zeker moment is de aantrekkingskracht zo sterk en gas dat men samenperst, daar loopt de temperatuur van op. Kijk maar eens naar uw fiets. Als u met uw fietspomp uw banden op pompt, dan wordt dat ook warm, die fietspomp. Dat is het samendrukken van het gas. Dat gebeurt ook met die sterren. En wanneer de temperatuur 10 miljoen graden bedraagt, gaan de waterstoffen tegen elkaar vliegen en die maken helium. En dat is fusiereactie. En die fusiereactie komt heel veel energie vrij. En dus zo is onze zon dan geboren. En die zon die gaat verder leven. Onze zon, daar is dat mee gebeurd 4,5 miljard jaar geleden. En onze zon is nu in haar mature, in haar rijpe levensfase. En dus onze zon bestaat uit een gigantische kernfusiereactor in het midden, die licht, warmte, straling geeft. Nu, gaat dat blijven duren? Ja, nog een tijdje. Maar ook dat is eindig. Want vroeg of laat geraakt de brandstof van de zon in het midden opgebruikt. En is dat waterstof helium geworden. Nu, onze zon is een klein zonnetje. Die gaat eigenlijk niet genoeg druk uitoefenen om dat helium te comprimeren en daar de temperatuur op te drijven. Maar de heel grote zonnen, die gaan zo geweldig veel gravitationele kracht ontwikkelen en samendrukken, dat zij tot temperaturen van 15 miljoen, 20 miljoen graden gaan. En wat gebeurt er dan? Dat helium botst op elkaar en dat helium vormt koolstof. De grote zonnen drukken dat ook op elkaar. Koolstof met koolstof geeft stikstof. Stikstof met stikstof krijg je zuurstof. Krijg je alle elementen van het periodiek systeem na elkaar. Die worden dus gevormd in de kern van zonnen. Nu, vroeg of laat eindigt het. En op dat moment, als het eindigt, wat doet een zon? De brandstof is opgebruikt, de zus zwelt op, ze wordt een rode reus, en dan laat ze haar materiaal gewoon los. En al die elementen die ze geproduceerd heeft, verdwijnen in het heelal. Die zweven daar rond, misschien miljoenen jaren, tot ze terug in een andere wolk terechtkomen en daarmee opgenomen worden in dat nieuwe zonnestelsel. En dan krijg je de vorming van planeten. Een allereerste zon had uiteraard geen planeten, want er was enkel waterstof. En planeten zoals de onze bestaan uit siliciumoxide hoofdzakelijk, en ijzer en een hele hoop andere materialen. En dus, onze zon, nemen we aan, is een derde generatie zon. Ze heeft al twee grote explosies van andere zonnen als oorzaak gehad. Dat is dan allemaal samengekomen in ons zonnestelsel. En is het dan niet
merkwaardig dat uw lichaam bestaat uit atomen. Koolstof, stikstof, calcium, fosfor, u noemt het maar op. Elk atoom van uw lichaam is gevormd in een zon. U bent dus, als ik het zeer poëtisch zou zeggen, sterrenstof. Als ik het minder poëtisch zou zeggen, bent u eigenlijk afval van vroeger ontplofte zonnen. Goed, hier eindigen we onze vierde dag. En ik nodig u uit om morgen te kijken naar dag 5. En dan gaan we het hebben over, is er nog leven in het heelal? Bedankt voor het kijken en hou het gezond.